Rapaz, o estado do meu anel. Zo de zinkbal er bij vlaggen op. Ja, heel lekker. Ik weet nooit wat je wilt. Ik ben de buren aan het filmen. Ik ben iedereen aan het filmen. Ja, ja, ja. Oh,
Hey Flo, jij bent Floris? Jij was de snelste bij die jongen, hè? Nee. Hoe hard heb je gelopen? Ik zou het niet weten, ik heb mijn tijd niet. Je liep gewoon iedereen vooruit? Ja. Volgend jaar weer meedoen? Ja. Je hebt wel je kersttunnel uitgelaten, of? Dat is te warm. Dus je hebt de korte broek gelopen? Nee. Nou, dan had je ook een kerstpak kunnen lopen, dat of niet? Ja, maar je hebt er overheen gedaan, maar uiteindelijk. Hé, maar ontzettend mooi en hartstikke leuk dat je zo snel hebt gelopen. Ja. Want met hoeveel mensen heb je in totaal gelopen? Hoeveel kinderen deden er mee? Hoeveel jongeren deden er mee? Ik zou het niet weten. Heb je niet geteld? Kijk, je moet, als je eerste bent, moet je zeggen van, was ik nou de eerste van 5 mensen of was het de eerste van 100? Ja, dat is heel. Maar toch, gefeliciteerd. Een geweldige prestatie. Want je was wel de eerste op deze Santa Claus Run hier in Breda. Hartstikke gefeliciteerd en geef hem een geweldig applaus. En jij was de eerste onder de iets ouderen. Was het warm lopen of? Het was warm lopen, ja, sowieso met een pak. 3 kilometer, hè? Dus, het snelste tijd, 12 minuten? Net de 100. Net de 100, nou, dat is knap. Dat is, en was het een beetje door de modder heen te komen? Het is glad. Ja. Ja, dat is het voordeel dat je weer voorop. Je bent trouwens je pakken zo redelijk schoon, of niet? Je hebt er geen last van gehad? Ja. Ja? Ja. Hoeveel mensen deden er mee? Volgens mij 400 of zo. En een mooie traditie, hè? Schitterend dit. Hartstikke leuk evenement. Nou, gefeliciteerd en met je geweldige prestatie. Onder de 12 minuten. Nou, dat is echt met zo'n pak en dit weer. Nou, laat ik zeggen, dan bij de single loop, hoe zul je dan worden bij de eerste 100? Dat durf ik niet te zeggen. Ah jongens, iets meer lef. Gewoon volgend jaar bij de eerste 100 bij de singelloop, ja? In Sinterklaaspak, nee, in kerstpak gaat het lukken bij de singelloop. En anders hier volgend jaar weer hier op de Ginnekenmarkt als eerste over de streep. Gefeliciteerd. Dan mogen we denk ik de check nu daadwerkelijk gaan overhandigen. Ja, je wilt natuurlijk meekijken. Maar ik wil echt werkelijk een enorm applaus voor alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt. Want het is een geweldig bedrag wat we vandaag overhandigen. Wat ik namens u allemaal mag overhandigen. Alle Rotary verenigingen, alle mensen die van de Santa Claus Run een enorm succes hebben gemaakt. Maar liefst €8.000 wordt overhandigd aan de Voedselbank Breda. Maar die mensen staan daar volgens mij. Dat is enorm veel dank. Geniet van de kerstmarkt, maar vooral geniet van een paar mooie dagen en een gelukkig nieuwjaar in ieder geval namens het gemeentebestuur alvast. En tot volgend jaar, weer voor het goede doel, maar dit jaar voor een heel erg belangrijk doel, zodat iedereen in heel Breda kan genieten van de kerst, een goede kerstmis. Ook de mensen die het iets minder breed hebben. Daarom dit geweldige bedrag voor het geweldige instituut Voedselbank Breda. Dankjewel.